Nijmeegse journalist Tefke van Dijk en universitair docent Christine Liebrecht zijn 5 jaar geleden een bijzondere verkiezing gestart. Elk jaar verzamelen zij de slechtste slogans van Nederland. Dit jaar staat de Nijmeegse patisserie strik in de top 10 nominaties met de slogan Wij spelen open taart. Maandag 12 december wordt de winnaar bekendgemaakt. Ook in Nijmegen is de slogan dit jaar genomineerd. Dat is strik patisserie met we spelen open taart. We zijn heel benieuwd hoe die gaat scoren. Ja, we zijn met slecht slogans 5 jaar geleden begonnen. Omdat we op Twitter merkten dat heel veel mensen zich toch wel opwonden over slogans en daar iets van vonden. Toen zijn we ze gaan verzamelen op slechteslogans.nl. En na een jaar hebben we de eerste verkiezing georganiseerd en dit jaar is de 5e keer. In principe, iedere slogan die iemand wordt inzendt, die zetten wij op de website. En het publiek mag vervolgens beoordelen of die slecht is of goed is. Ik vind de winnaars van vorige jaren vind ik zelf wel goed. We hebben een modezaak uit Tilburg, Jan de Kok met COCK. It's the cock that makes the man. Ook een aannemer uit Velzen-Noord. Een timmer timmert, een tandarts boort, maar wij zitten lekker in Velzen-Noord. En afgelopen jaar won een heibedrijf met iedere paal gaat erin. Dus ik ben heel benieuwd welke dit jaar gaat winnen.